zich al een hele stuk in mee te rijden. Kijk nou, geweldig! Deze rok met een topje, dit is geen juk. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Leuk dat we kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is zondag, heb ik al gezegd. Jo en Ries gaan vandaag naar Curaçao. Waar is Jo? Maar ze hebben een probleem. Ik moet gewoon opgaan. Oh. Nou, ze moeten dus documenten invullen voor corona. Maar ze hadden eerst gevraagd om de voornaam. En nu moet het opeens de eerste naam zijn. En van Joanna is dat verschillend. Dus ze hebben nu een probleempje. Heb je stress, Ries? Ik niet, Joanna. Heb je Joanna stress? Dan ga ik hem upje naar Curaçao. Doei! Yo. Ik ga wel mee. Gezellig. Heb jij gedaan? Ja. Daar komt ze uit het licht. Heb je stress, Jo? Ja. Heb je er zin in? Nou, ik ben blij als ik er doorheen ben. Waarom noemt mijn moeder mij nou weer Gerda in plaats van Joanna? Gerda! Er staat vul in, voornaam. Nou is het toch logisch dat ik daar Joanna invul? Ja, dat is wel logisch. Dan moet je zeggen, first given name paspoort. Ja, dat klopt, dat klopt. Hoe lang ga jij weg? 2 weken, 3? 2. En dan zie ik jou daarna pas heel lang niet. Of kom je dan niet? Op Loa's verjaardag, denk ik. 10 oktober. Dat is meer dan een maand. Loa heeft weer vannacht bij ons geslapen. Ja, nou, toch? Leuk. Ja, dat is heel leuk, hè? Ja, oma ook kus. Ja, oma is verfrommeld. Oma kwam vannacht 2:30 terug uit Schiphol. Ja, hadden we jou ook, hè? Maar oma... Goedemorgen, het is vandaag, het is middag, het is 3:00 geweest. We gaan onderweg naar de Action, onderweg om een hele... Nee, we gaan eerst naar de Xenos. Oh, we gaan naar de Xenos. Loa is bijna jarig. Hoe lang nog nou? 2 weken? 3? Nou, een maand. Echt? Het is 13 september. Oh, nou, ze is 10 oktober jarig. Ik dacht echt dat we er al bijna waren. Maar we gaan dus ballonnen kopen voor op haar verjaardag. Zo, jullie zijn er vroeg bij. Fout. Roos zei net verkeerd, we gaan geen ballonnen kopen voor haar verjaardag, maar voor een foto, ik weet niet of je het kan zien, die ik van Loa wil maken voor haar verjaardag. Oh, die zet je dan, ja. Nee, niet op Instagram, gewoon. Voor jezelf. Of voor een uitnodiging. Of op de taart. Dan kun je zo'n edible printing doen. Ik denk dat ik zelf een taart maak. Ja, maar dan kun je ook printen, edibleprinting.com. Ik weet niet of dat bestaat. Ik zie roze ballonnen. Gevonden. Hele mooie. Ja, hele mooie. Zie je? Sorry, je hebt het gewoon over dit. Nee, die daarboven. Deze zijn wel ook. Die zijn gewoon fantastisch. Dat die ik zijn hier... fantastisch. Jij zag dit. Nee, ik zag niet dat. Deze. Hier hebben we ook best veel... We hebben alles gekocht voor jouw gender reveal party. Ze hebben hier wel leuke spullen. Ja, maar ze hebben geen roze ballonnen. Je hebt nu toch roze ballonnen? Nee, kijk. Ik wil echt die roze ballonnen. Kijk, dit en dit. Echt dit roze. Hebben ze al gezien. Misschien heeft de Action dat wel. Kopen wij dit? Ging het mis, hè? Ja, wij kopen deze. Boy or girl. We dachten dat is gewoon de ballon. Moet je zelf nog confetti in. Dat zou ik ook denken. Hier zit blijkbaar al confetti in. Hadden wij per ongeluk een van de meid gekocht. Dat is de eerste ballon die we doorprikten. Hadden wij zelf blauwe confetti in gedaan. We hadden de dispen erin gedaan. Ja. En toen zat hier al roze confetti in. Dus er kwam een mix van roze met blauw uit. Nou, dat was het ook. Want we dachten eerst een jongen en toen een meisje. We zijn geslaagd. We gaan nu door naar de... Nee, we zijn nog helemaal niet geslaagd, want we hebben geen roze ballonnen. We gaan nu door naar de Action. Maar wat reis bijna op, dus ik ben bang dat ik niet meer zoveel kan filmen. Net ging die al uit, maar ik heb hem nu weer tot leven geroepen. Had je net maar niet zo lang moeten filmen. Ja, kijk, zie je dat? Jij deed dat, hè? We zijn geslaagd bij de Action. We hebben een ballongas, helium ook wel genoemd, voor Loa. Om een foto te maken met ballonnen. Ik ga even Lotte naar de manege brengen. Zo handig, hè, tanden. Maar Lotte heeft zo les. Ik neem eerst even wat drinken. Hoe laat is het? Je hebt om 7:00 les, dan moeten we gaan. Het is wel iets over 6:30. Voordat we daar zijn, heb je 5 minuten om op te zadelen. En nog steeds drink ik wel. Zo. Ik ben vandaag bezig geweest met mijn toets. Die ik moet maken, die starttoets. Heel erg. Ik ben die toets aan het doen. En
ik weet bijna niks en ik heb gewoon geleerd. Terwijl je de toets eigenlijk moet maken zonder te leren en daarna moet kijken naar wat je moet leren. Nou, het lijkt ook net alsof de helft van de vragen denk ik, oh ja, dat komt voor in dat. En dan moet ik nog steeds een beetje spieken. Maar goed, dan weet ik waar het vandaan komt. Ik heb ook de andere helft waarvan ik denk, waar moet ik leren? En dan moet ik steeds Google erbij pakken. Maar goed, het is niet echt een toets. Dus zodat je weet dat je wat je weet, maar ik weet dus niets. Maar dat is ook goed om te weten, want nu weet ik wel dat als ik een toets heb, ik echt hard moet gaan leren. Dus wel een stapje anders dan PABO ben ik achtergekomen. Maar ik vind het wel veel interessanter dan de PABO. Dus het weegt allemaal tegen elkaar op. Dit is het boek wat ik al een tijdje geleden ben begonnen met leren. Maar dat is dus het moeilijke boek, dat is wat ik niet helemaal begrijp, omdat het zoveel Engels is. Dit is mijn samenvatting. Het meeste is wel Nederlands. Er zijn een aantal artikelen en die zijn wel Engels. Dit is dan de toets, maar ja, de toets begrijp ik voor de helft niet. Dus ik heb internet erbij. En ik dacht, ja, ik kan wel het zonder internet gaan doen, maar dan heb ik de helft fout. Het is toch een toets die echt voor mezelf bedoeld is, om te weten wat ik ken. En nu leer ik er meer van, omdat ik maar wat ga herinneren, ga invullen. Dus dan ken ik in ieder geval de kennis die hier wordt gevraagd. Hoi, het is vandaag dinsdag en ik heb echt bijna mijn toets af. Ik ben de hele ochtend mee bezig geweest. Ik heb nu nog echt één vraag, zo'n klein stukje van een vraag. Maar eigenlijk dacht ik dat ik hem vanmiddag nog echt veel moest gaan afmaken. Want ik zou gaan lunchen bij de HEMA. Maar inmiddels is het 2:30 geweest. En nu pas werd ik gebeld door Noah dat ze hierheen komt. Omdat Lua nog sliep. En de moeder van Bo was aan het oppassen op Lua. En dan is het zo zielig als ze wakker wordt gemaakt. Dus ik moest even wachten, maar daardoor heb ik wel mijn toets al bijna af. Vanavond gaan we naar de IKEA. Want Noah moest iets hebben. Wachten duurt altijd zo lang. Ga er maar even bij zitten. Oh, iets moeilijker dan gedaan. Daar is ze eindelijk. Yes! Hoi. Hoi. Awkward. Ik kan me niet aan. Hello. Duurde even, hè? Nee, ik was heel snel. Het duurde wel even. Ja, jij gaat ook altijd direct als ik zeg, ik ben onderweg naar Ursula voor Lua te halen. Ga jij buiten staan, dan denk ik, je weet dat ik haar nog open moet halen. Je weet dat ik alles nog moet pakken. En dan sta je al buiten. Ja, dan kan ik even frisse lucht inademen. Hoe vaak ben je hier ingetrapt? Ja, elke keer. Dat is eigenlijk leuker op de fiets. Ja. Inderdaad, jammer. We gaan nu foto's maken van Lua. Alleen het hele proces daarvoor is nu gaande. Ik ben zo angstig voor ballonnen, dat is echt niet normaal. Ik ben altijd bang dat ze knappen. Dus ik was net even weg. Maar er is nu een heel leuk trotje van gemaakt. Ze zijn alleen even aan het discussiëren hoe de ballonnen precies op hoogte moeten. Ben je nu tevreden, mama en Noah? Hè? Ben je tevreden? Oh, nee toch. Het is echt hard. Hij leeft nog. We hadden met helium gedaan, wat we gisteren hebben gehad. Erg leuk ziet het eruit. Zo? Ja, maar dit touwtje is niet langer, schat. Dichter, loeie hand. Ik lig hier nu op de grond, want mama moet hem ook nog die ballonnen alleen hebben. En dan mag ik natuurlijk een model zijn. Tenminste, het model, het houvastje. Want ze gebruikt alleen het stuk van de ballonnen straks voor in haar foto. Ja, hou ze daar maar op.
Dit is dus hoe het voelt om nagelmodel te zijn. Oh, dikke vette squat houding nu. Ik had niet veel dingen waar ik aan moest voldoen, maar nog steeds ben ik helaas gefaald en is de foto niet goed geworden. Goedemorgen, het is vandaag een erg druilerige dag. Ik dacht even dat ik nog heel lang kon slapen omdat het buiten donker was, maar het is gewoon heel bewolkt en het wordt gewoon niet licht. Gisteren ging ik naar de IKEA, ben ik mijn camera vergeten. Ik heb ook niks gekocht verder, behalve een ijsje. Het is echt vet leuk om te doen, want je kon het zelf doen. Zou ik nu even, want ik heb gefilmd met mijn mobiel en daar weer een opname van gemaakt, dus dat zie je nu. Wow, geweldig. Muntje erin doen. Hondje. Nee, dan moet je erin zetten. Ja? En nu? Ja, knop. Wow. Kijk nou, geweldig. Oh, pak hem. Ja. Het is echt een geweldige ervaring, zo'n ijsje zelf maken. Alleen, charmant. Alleen, het laatste stukje was wel een beetje eng, want dan blijft hij erin vastzitten. En dan lijkt het net alsof hij valt. Maar het is goed gegaan. Het is echt lekker ijs, net als van de Mac. Verder ga ik nu onderweg werken naar Iplo. Maar vanmiddag ben ik wat lang onderweg, want ik heb ook nog een cursus van de start en de leerkracht op een andere school ergens. In Wierden, dacht ik. En dat is voor alle leerkrachten die net starten, heb je een paar keer per jaar een cursus op de woensdagmiddag. Dus dat ga ik ook nog doen, maar nu ik snel onderweg. Normaal gesproken lunchen we altijd even samen na school, maar ik moet ze zo gelijk vandoor. Dus ik denk, ik ga nu even snel lunchen, want anders red ik het niet om naar die cursus te gaan. Dus ik ga nu even snel lunchen en dan eet ik mijn groentebakje, eet ik daar wel, want anders red ik het niet. Mocht jij ook naar school gaan of werken en iets mee moeten nemen en niet goed weten wat je op je brood moet doen, dit is dus echt een hele lekkere vegan paté. Dat is deze, ik raad hem aan. En kijk, deze heb ik vandaag gekregen, want iemand voelde zich niet zo lekker. Dus toen zei ik, nou, ga maar even tekenen, want we hebben nog een half uurtje. Krijg ik deze. Hoe schattig. Hoi, het is vandaag woensdag, donderdag. En ja, ik had dus mijn camera hier op school gelaten. Waar ik lesgeef op woensdag. Maar ik kom hier natuurlijk alleen op woensdag. En toen dacht ik, ja, ik kan wel woensdag ophalen. Maar dan heb ik helemaal geen weekvlog deze week. Dus nu ben ik net klaar met school. Bij die andere school in Wierden. En ben ik om 2:15 zijn wij uit. Dus ik ben nu gelijk ben ik hierheen gegaan. Want ik wilde eigenlijk hierheen gaan als ik klaar was met werk. Maar zij was hier maar tot 3:30 of zo, 4:00. Degene die hier normaal voor de klas staat. En dan kon ik hem hier maar ophalen. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik nu gelijk. En we zijn toch nog heel druk bezig op school. Want er is morgen een trouwerij. Dus we zijn hele school aan het versieren. Dus toen dacht ik, ja, nou, dan kan ik straks hier nou alweer helpen. En ik ben echt een kwartiertje weg. Maar ik ben erg blij dat ik mijn camera weer heb, jongens. Toen ik vanochtend in de auto zat, dacht ik, waar mijn camera? Dus ik kijk op het plekje, want hij ligt altijd thuis bij het paard. Maar lag hij niet op mijn stapel. En toen dacht ik, oh nee, hij ligt ook niet in mijn rugzak. En toen dacht ik, nee, ik zal hem toch niet in de was hebben gedaan. Want ik heb ooit mijn telefoon in de was gedaan. En sinds toen ben ik altijd panisch voor camera's, mobiels of zo. Als ik ze kwijt ben, ben ik altijd bang dat ik ze in de was heb gedaan. Dat ze dan kapot zijn. Wat kijk je maar aan? Lou en ik zijn, ik kwam terug van werk. Wie dat raar? Nee, ik kwam terug en toen was Lou er, dus ik was helemaal blij. Nu ga ik me even omkleden, want ik ga even sporten. Vind je dat goed? Ga je met me mee naar boven? Of je mee naar boven gaat? Goed? Goed? Kijk, nu zit een hele vlek op door jouw vingertje, die helemaal nat is. Ik had vandaag trouwens mijn nieuwe kleren aan. Tenminste, dat is niet nieuw, maar ik had ze gekocht in Italië. En ik ben zo iemand die dat dan even bewaart, want ik koop altijd op vakantie koop ik veel nieuwe kleren. Tenminste, veel. Een paar nieuwe kleren. En als ik dat dan in één keer aandoe, dan voelt het niet meer zo nieuw. Allemaal. Dan voelt het niet meer zo speciaal. Dus vandaag had ik weer iets nieuws aan. Kijk, het was deze rok. Ik weet niet eens of ik hem al een keer heb laten zien in de vlog. Misschien alleen dat ik hem niet aan had. Ja, dat was het. Deze rok met een topje. Dit is geen jurk. En een riem was er ook bij. Dat had ik toen gekocht bij een heel schattig Italiaans winkeltje. Lua, ik ha. Ja. Is dat nou de bedoeling? Au, hey. Krijg je geen kus?
jij er? Dankjewel. Alle drie? Nee. Waar ga jij heen? Soepstengels in mijn bed verstoppen? Wel? Heb ik hier nu een stuk soepstengel van jou? Nou, misschien vind ik dat over een paar jaar terug. Ja, kijk me even goed. En ik ben mijn tas aan het inpakken voor school en een grote tas, want ik ga zo naar Vlissingen, tenminste na schooltijd. Ik heb best een drukke dag, want de kinderen moeten tot 12 en naar school. Alleen van 2:30 tot 5:30 of zo hebben we ook nog een bruiloft van de meester van groep 7, waar ik normaal voor sta, donderdagochtend. Dus dan gaan we met alle kinderen daarheen. Om 6:00 ongeveer denk ik dat ik doorgerijd naar Vlissingen in mijn eentje en ik vind het niet chill. Kan ik je wel op zacht uitdrukken. Naar Nijmegen vond ik altijd niet chill, maar laatst naar Zeeland. Ik zie dat ik ook even moet opschieten, want ik ga met de mini. Want mama moet weer terug met de mini en die wil niet terug met mijn auto. Maar in die mijn auto ligt nog mijn zonnebril, dus die pak ik nu even snel. School is uit, het is 12:30 geweest. Het was heel leuk, want de meeste van deze klas kwam dus op school en hij ging trouwen. Ze zagen er vet mooi uit, maar ook allemaal vlaggetjes gemaakt. Zie je hier een beetje, maar ik kan niet echt veel omdat er namen op staan en foto's. Dus ik dacht, laat ik dat maar niet doen. Nu gaan wij zo om iets voor 2:30 gaan wij naar, weet ik niet, Hengevelde, Marienheem. In ieder geval naar iets toe waar de bruiloft is, ook met deze groep. Heel leuk, tot 5:00 of zo en daarna ga ik door naar Vlissingen. Ik kijk er zo tegenop om het hele stuk in mijn eentje te rijden. Ik hoop er dan. Dat is volgens mij 3:30 uur, dat ik er 9:30 ben. Met file 10:00, denk ik, hoop ik. Ik ben alleen hier nog even vast alles aan het klaarzetten, omdat hier een inval staat maandag. Alleen ik weet zelf ook niet alles hoe alles werkt. Dus ik ben nog een beetje aan het uitzoeken. Maar goed, voor de rest ging de dag vandaag lekker, gelukkig. Ik twijfel er niet aan. Het is echt 9:15 of zo en ik dacht echt dat ik 9:30 zou aankomen, 3 kwartier inloop. Ik had rekening gehouden met file, ik had rekening gehouden met dat ik gewoon sloom reed. Het ging allemaal goed, ik had een aantal stressmomentjes. Dat was onder andere als ik links, rechts moest en ik dacht, navigatie kon dit wel iets beter aangeven, maar dat dacht natuurlijk gewoon aan mezelf, normale mensen kunnen dat wel. Nou, ik heb gewoon geen botsingen gehad. Ik weet niet of ik boetes heb gekregen. Dat zie ik later wel. De bruiloft was echt... Het was echt leuk. Het was echt een leuke middag. De kinderen vonden het ook echt leuk. Alleen ik was, denk ik, pas om 5:45 op de weg. 5:45, 5:45. 3:00 overgereden. Dit weekend ben ik dus hier. En dan komt... morgen komt Sanne hier. Morgen rond 6:00. Wij hebben dan zondag stranddate. En ik denk dat we morgenavond ergens gaan reserveren om te gaan eten ergens. En er is ook nog een filmfestival. Daar gaan mama en papa heen. We hebben hier dus heel veel dakramen. En ik hou van dakramen. Vooral naar sterren kijken. Maar de maan is nu heel mooi. Je kan natuurlijk nooit echt zien zoals ik het zie. Maar ik ga het toch even laten zien. Ja. Kijk. Hij is echt prachtig. Echt zo'n vakantiegevoel gelijk als ik hier ben. Kun je de fiets uit doen? Of kun je dat graag doen? Nee, dat kan wel. Zaterdag en ik ga de vlog bijna afsluiten. Ik ben naar Middelburg geweest vandaag met papa. Papa en ik waren als enige hier vandaag, want mama moest werken. Ik heb een nieuw boek gekocht, deze. Dit is van diezelfde schrijver als waarvan ik dat andere boek heb gelezen. Die 3.
waar ik heel enthousiast over was. Dus deze wordt vast leuk. Ik heb ook een boek gekocht voor Lotta. Lotta zei tegen mij dat ze de boeken wilde lezen, maar wel leuke boeken. En toen dacht ik, misschien vindt ze deze leuk. En naast de boeken hebben we ook nog kleertjes gekocht voor Lua. Echt geweldige kleertjes, al zeg ik het zelf. Pap en ik uitgezocht, onder andere dit paddenstoelenrompeltje. Ja, nou, jij ziet het eerder en Bo voordat wij je zien. Maar is dit niet geweldig? Ik weet wel, als Lou bij mij is, dat ze dit aankrijgt als ze bij mij logeert. En deze vind ik ook geweldig. En het is heel handig, want onderaan heeft het drukknoopjes. Ik vind het zeer irritant als dat het niet heeft, want dan ben je uren bezig met verschonen. Dan heb ik beide rompen. Hebben we beide rompen. Deze buts. Hij is een beetje klein, maar Lou heeft ook een heel klein hoofd. Dus dit is toch geweldig. En dan deze, ook helemaal een herfstthema. Deze is wel iets groter. Je kan ze nog iets langer mee. Dit is ook maat, oh, dit is ook maat 80. Maar deze heeft een rits en hieronder dan geen knoopjes. Maar ja, goed, deze is ook leuk, hè? Dit was het einde van de weekvlog. Woensdag komt er... woensdag komt er een Curaçao-weekvlog online van Johanna. En volgende week ben ik nog gewoon één dag in Vlissingen. Morgen ga ik een strandrit doen. Dat zie je dan volgende week. Vond je een leuke video? Wil je dan een duimpje omhoog doen? En abonneren. En dan zie ik jullie volgende week weer.